Al sinds dat ik klein ben heb ik een fascinatie voor gabbers. Die gasten met die kale koppen, trainingspakken, hard gaan op die muziek. Maar ik was er veel te jong voor. Ik heb die periode niet meegemaakt, want toen ik eindelijk oud genoeg was om gabber te worden, was die tijd voorbij. Ik sta hier in Rotterdam, waar gabber zijn oorsprong vond in de jaren 90. En ik ga later deze week naar het allergrootste hardcore festival van de wereld. Want ik wil weten, zijn ze er nog wel? Leeft gabber nog? Gabber werd in de jaren 90 uitgevonden door een aantal Rotterdamse producers die de populaire mellow en house muziek harder probeerden te maken. De muziek werd snel opgepikt en binnen no time gingen duizenden gabbers elke maand naar feesten in de Energiehal. Gabber was geboren. Gabber, ja, hardcore, Thunderdome, trainingsbroek aan en dat idee, ecstasy en dergelijke. Vroeger had je kale kop en Australië aan en zo. Volop drugs gebruiken, keihard feesten. Ik denk dat het nu wel iets minder is. Ik dacht eerst ook dat het een beetje doodgebloed was of zo, maar dat is helemaal niet hoor. Dus als ik op zoek ga naar gabbers, dan kan ik ze zeker nog vinden. Ja, je ziet ze alleen maar niet gelijk herkenbaar, zeg maar. Om meer te weten over de hoogtijdagen van gabber ga ik langs bij DJ Paul Elstak en Thunderdome-organisator François Maas. Twee grootheden uit de begintijd. Ja, dit ken ik wel. Maar deze hoor je ook nog steeds op feesten. Hoe was het om gabber te zijn in die tijd? Ja, het was gewoon heaven. Al die mensen die daar rondliepen. En 2 maanden van tevoren ging je entreebewijs halen. Dat legde je neer op je kamer, dat je het altijd zag. En dan ging je er naartoe leven. Dus dan moesten we met de bus naar de Energiehal. Maar dan moesten we ook weer terug met 50 gabbers. Ja, en iedereen natuurlijk aan de spa gezeten. Ja. Ja, en dan ging die bus open, die deur die ging open. En dan kwamen al die oudjes, die kwamen eruit rollen met die ronde zonnebrilletjes. Maar achter ons en naast ons, er stonden gewoon allemaal mensen die naar de kerk gingen. Oh. En die dachten echt van, tering, wat is dit nou weer voor wat zijn dit voor mensen? Maar hoe is dat dan voor jou? Want je hebt altijd als DJ daar gestaan. Je hebt er nooit tussen gestaan. Ik vond het wel super, want als je dan aankwam, ja, dan zag je heel die rij mensen. En ja, als familie gewoon samen feesten, lekker. Het was niet een jonge meisje, een tasje in het midden en dansen. Nee, je kan met z'n allen dansen, maar je kan ook met je eentje dansen. Dat maakt het niet uit. Ik heb ook op straat gevraagd aan mensen hoe ze nu over gabbers denken en hoe dat toen was. Nou, je kale koppen, trainingspakken, Aussie aan, ecstasy, speed. Het gaat heel snel ook over drugs. Dat is altijd, ja, die stempel opgezet van gabbers en dit, gabbers en dat. En het is altijd makkelijk om, als je voor een feest gaat staan, om een paar pleitrekken te pakken. Maar van de 100 zijn er misschien 5 die echt helemaal even los zijn. Maar ja, dat is altijd in de media naar voren geschoven. Dus daarom heb iedereen dat wil. Natuurlijk wordt drugs gebruikt, maar het wordt ook gebruikt op een mellowfeest. Het wordt ook gebruikt in een trancefeest, het wordt op een technofeest. Het wordt overal gebruikt. Alleen daar wordt nooit de stempel op gezet, maar wel bij hardcore. Dus dat is een beetje, ja, dat is niet eerlijk, zeg maar. Weet je, dat is eigenlijk waar we altijd tegenaan moeten boksen, zeg maar. En ook dat gabbers dan agressief zouden zijn en zo. En dat is gewoon omdat mensen bang zijn voor kale mensen met een bommenjack, weet je. Ik hoor heel vaak van die stemmen er doorheen schreeuwen en heftige teksten. Hoe komt het dat al die namen zo agressief klinken? Waar komt dat vandaan? Ja, dat is stoer, toch? In de metal zie je ook alleen maar doodskoppen. Ja, daar zie je geen zonnebloem of zo. Ja, dat hoort bij die scene, weet je wel. Ik zie al dat de titel is. Je man is dat kaksenioot. Maar waar zijn al die oude gabbers gebleven? Ja, die werken overal in de maatschappij. Ja. Zijn rechters geworden, zijn directeuren van bazen, eigen bedrijven. Ja, een paar dan, hè? De rest is gewoon huismannen. Het allemaal aan de top. Het belangrijkste is eigenlijk die nieuwe generatie, want als die er niet komt, dan bloedt het dood. Ik bedoel, het moet doorgaan en die nieuwe generatie blijft komen. Maar leeft gabber nog? Ja, volgende week heb je Dominator. Ja, dat is toch uitverkocht met 50.000 man. En een van die 50.000 mensen ben ik, want hardcore-fan René en haar vrienden nemen me mee. Maar eerst ontmoet ik ze in de tattoo shop in Sittard. Hallo. Yeah. Hoi. Hoi. Gwen. Hoi. Hoi. Hi, René. Hoi, Gwen. Jij bent René. Ja. Hey, jullie nemen mij later deze week mee naar Dominator. Ja. Maar we hebben nu hier afgesproken. Ja. Waarom? Ik ga een tatoeage laten zetten. Hardcore Never Dies. Hardcore Never Dies. Ja. Dus jij houdt zo van hardcore dat je er een tatoeage van laat zetten. Ja, dat klopt. Spannend. Ben je zenuwachtig? Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Nou, dan stel ik voor dat we gewoon meteen die tatoeage gaan laten zetten, dat we daarvan af zijn. Yes.
Hardcore Never Die zie ik daar wel staan, maar wat betekent die tekst voor jou? Het gevoel wat je krijgt als je op een festival loopt en je bent eigenlijk gewoon met zoveel vreemden, maar toch gewoon één grote familie. Alle mensen zijn daar hetzelfde, je wordt nooit raar aangekeken hoe je er ook loopt. Iedereen helpt elkaar en het maakt niet uit of je een andere taal spreekt. Er is op dat moment geen taalbarrière en dat is gewoon heel erg wat je voelt bij hardcore. Ik weet niet of hardcore altijd blijft leven, maar op jouw pols, zelfs als je 80 bent in het bejaardenhuis, dan staat daar nog Hardcore Never Dies. Ja, dat klopt. Kijk, ik vind hardcore wel leuk, maar als ik dit luister, heb ik echt zin om door iemand heen te rijden. Heb je dat niet? Nee. Wat doet het met jou als je dit luistert? Wat is dit voor nummer? Toen ik dit nummer leerde kennen, had ik een vrij... een vrij moeilijke tijd. Ja. En toen heb ik dit nummer zo vaak afgespeeld dat ik er niet aan hoefde te denken. Ik ging gewoon op bed liggen, ik luisterde het nummer en dacht eigenlijk helemaal nergens meer aan. En hoe kwam het dat je moeilijke tijd had? Waar ging dat over? Dat heeft te maken met mijn vader. Ik heb een tijdje niet zo'n hele goede band gehad met hem. Ja. En dat nu gewoon supergoed in één keer gaat. Ja. En daar ben ik ontzettend blij om. Dus het is echt de uitlaatklep. Ja. En jij hebt gewoon dit nodig. Ja. Oké. Welkom. Jij hebt net een tatoeage van hardcore laten zetten. Je hebt er ook eentje op je been. Ja. En hoe ver gaat jullie liefde voor hardcore? Bijna naar de verloofd. Het gaat zich uiten, niet alleen in de muziek. Het zit gewoon, je voelt het van binnen, je voelt het in je hersenen. En zodra dat je, zeg maar, ook echt op een festival bent, of als je thuis bent, waar dan ook, en je hoort hardcore, je voelt je rustig. Hoe kan het nou dat muziek die zo hard, en vooral hard, klinkt, dat de basis is van jullie band? Hoe ik het zie, merk ik wel in de hardcore scene dat er wel mensen vaak zijn die in het verleden iets gehad hebben. En dat maakt het verband eigenlijk tussen de mensen sterker. En wat is bij jou hetgene dat je hebt gehad, waardoor jij vindt dat het verbroedert? Heel veel problemen. Ja? Ja. Vooral veel pesterijen, veel buitengesloten worden, niet geaccepteerd worden door de mensen om je heen. En hoe merk je dat het bij de mensen om jou heen, dat het dan verbroedert? Doordat ik veel gepest ben, ga ik mensen niet buitensluiten. Als je met mensen gaat praten, leer je mensen kennen. Als je mensen het verhaal leert kennen, dan kan je ook mensen gaan vertrouwen. Je gaat banden bouwen met die mensen. En dat is eigenlijk wel iets dat, waarom wij als groep naar elkaar toe getrokken zijn. Als ik aan hardcore denk en gabbers en feesten, denk ik ook aan drugs. Er wordt drugs gebruikt, jullie ook? Ik heb drugs gebruikt, ja. Ja? Ja. Maar niet meer? Nee, niet meer. Waarom niet? Vanwege mijn opleiding ook niet. Mag niet, ik doe beveiliging. Ja? En daarom stel ik mijn opleiding voorop. Dus ik heb het wel gebruikt, ben ik heel eerlijk in. Ja? Maar nu niet meer. En wat heb je dan gebruikt? 4-OMP. Ja. Ecstasy. SOS, cocaïne. Ja? Dat was het eigenlijk wel. Wie gebruikt er hier wel drugs? Niemand? Ik geloof er helemaal niks van. Ga je nu allemaal zeggen dat jullie allemaal naar Dominator gaan en helemaal niks van drugs gaan gebruiken? Deze hele groep? Oké, ja, ik had echt verwacht gewoon dat iedereen gewoon een pil erin zou gooien. Maar als je naar het grote plaatje kijkt, hè, los van jullie, zijn jullie uniek hierin? Nee. Nee? Er zijn er genoeg die gewoon dan nuchter rondlopen, hoor. Maar hoe vinden jullie het dan dat er zoveel mensen wel ervan uitgaan dat jullie een paar pillen gebruiken om de hele dag te gaan? Moeten ze zelf maar van denken wat ze denken. Je boeit je geen flikker. Nee. Ik doe toch mijn eigen ding. Maat houden, houden maat, houden maat. Is dit hakken? Ja. Ja, fuck jullie. Dit is niet wat ik doe. Maar één ding is zeker, jullie zijn lekker warm. Dat sowieso. Ja, toch? Zeker. Hebben jullie er zin in? Ja. Ja. Maar voordat ik naar Dominator ga, heb ik afgesproken met popjournalist Atze de Vriezer. Hij kan mij alles vertellen over trends in muziekstijlen. Want hoe komt het dat gabbers na de hoogtijdagen in de jaren 90 uit de picture raakten en nu weer terug zijn?
Ja, dat was eigenlijk wel heel goed voor te stellen als je erop terugkijkt. Je had sowieso al de happy hardcore, het werd steeds vrolijker en grappiger. En dat was eigenlijk natuurlijk een soort rare tegenstelling met die harde, beetje agressieve muziek. Dat wilde je. En als het dan grappig wordt, dan denk je ineens van ja, maar wat is dit? Mm-hmm. En toen kreeg je de parodie. In 1996, Gabbertje, Hakkebar. Het was niet zomaar een hit, het was echt zo'n nummer dat iedereen in Nederland kende. En de Gabbers werden er gewoon belachelijk in gemaakt. Waar is Gabbertje? Rare Gabbertje. Gabber is van oudsher natuurlijk echt een underground cultuur. Je bent een soort je af aan het zetten tegen de maatschappij. Bijvoorbeeld al door je hoofd kaal te scheren. Dat is natuurlijk eigenlijk maatschappelijk gezien. Kan dat natuurlijk helemaal niet. Maar als mensen daar dan ineens grappen over gaan maken, dan is er heel snel de lol vanaf. Nou, ik heb afgesproken met een groep nieuwe gabbers. Maar die zien er niet uit zoals de gabbers van vroeger. Nee, ik denk dat dat beeld van die klassieke gabber, kale kop en dan een beetje zo gekke bekken trekken en zo, dat toch wel een beetje besmet is geraakt. Toet, toet, boing, boing, hakken en zagen, zagen en hakken, hopla eruit. Hoe ziet de toekomst voor Gabber eruit? Wat je natuurlijk ook wel ziet nu, is dat er bijvoorbeeld mensen als The Opposites, die denk ik ook te jong waren in die tijd om echt Gabber te zijn geweest, die zijn toch wel weer geïnspireerd door die muziek, brengen het ook weer terug. Yellowclaw doet dat, Party Squad doet dat. Ja. Dus je ziet dat er eigenlijk een soort nieuwe generatie komt die zelf eigenlijk te jong was om Gabber te zijn. Ja. Die wel die cultuur kent, gewoon omdat het ook op TMF te zien was vroeger. En die daar op de een of andere manier toch wel iets mee wil doen. Het is zover. Ik ben op het allergrootste hardcore festival ter wereld. Dominator. Gabber nog. Zeker. Oeh. Ja, sowieso. Kijk om je heen. Ja, ik denk het wel. Alleen met een ander uiterlijk. Ja? Tuurlijk. Ik ben ook gabber. Maar ze ziet er ook niet uit. Je bent aan het genieten, hè? Ja, sowieso. Ja? Ik moet rijden. Ik heb een paar biertjes alleen. Alleen bier? Alleen bier, ja. Als ik hier zo om me heen kijk, dan zie ik dat er drugs gebruikt wordt. Is dat voor jou ook zo? Daar ga ik geen antwoord op geven. Ik vraag het aan heel veel mensen hier om me heen. Het zijn allemaal hele jonge mensen. Leeft Gabber nog? Jazeker. Groter dan vroeger. Echt waar? Ja, alleen het heet niet meer Gabbers. Het is nu gewoon meer hardcore. Ik weet dat iedereen het vervelend vindt, maar ik kan er niet omheen. Gabber wordt altijd verbonden met drugs. Hoe zit dat? Maar in de jaren 60 hadden ze ook drugs. Weet je, het is bij iedere generatie hoort wel drugs. En hoe kan het dan dat ik hier niet een open gesprek over drugs kan voeren, terwijl je het toch wel ziet, weet je wel? Misschien omdat mensen met familie daar toch niet eerlijk over durven te praten. Ja, maar die gabbers die hier rondlopen, wat zijn dat voor gabbers? Nieuwe generatie gabber, denk ik. Je ziet niet meer de trainingspakken, maar wel allemaal dezelfde liefde voor muziek. En het leeft. En het leeft. Ja, het is groter als vroeger. Echt groter als vroeger. Ik ga me never lukken! Nee! Dit is zo snel! Ik heb het op een ander. Nou! Goed hoor.
van de muziek. Maar voor die muziek heb je DJ's nodig. En ik heb afgesproken met de man die de mainstage gaat afsluiten. DJ Furion. Daar zit hij. Hallo. Je zit in de make-up, waarom? Ik sluit de mainstage al van door beneden. En het thema is post-apocalyptic. Ja, dus ik word gesminkt alsof ik echt in de wereld zit. Jij gaat zometeen de mainstage afsluiten van het grootste hardcore festival van de wereld. Dat is wel een dingetje, of niet? Op het moment dat je het hoort, dan krijg je een beetje zo'n schok door je hart. En je van, wow, dadelijk steek daar gewoon op het eind voor die massa, weet je wel. En ja, episch gewoon. Ik heb er andere woorden voor eigenlijk. We staan hier tussen 50.000 stampende mensen. Vergelijk het eens met vroeger en nu. De mensen zijn veranderd. En de muziek verandert, de mensen veranderen mee. De venues veranderen, de festivals veranderen. Alles verandert, alles gaat met de tijd mee. Weet je, maar de passie voor de muziek die blijft. En dat leeft en dat voel je gewoon. Gewoon voor de muziek. Iedereen is hier gewoon voor de show. En niemand gaat op elkaar letten. En dat vind ik het mooie hieraan. Ja. Zullen we maar van de show gaan genieten? Ja. Vanaf kleins af aan ben ik gefascineerd door gabbers. En eigenlijk had ik ook wel in die tijd geboren willen zijn. Ik vond die kale koppen die zo hard gingen best wel eng. Maar ik had er ook wel bij willen horen. Ik dacht dat het er niet meer was. Maar ik heb me vergist. Het is er nog wel, het ziet er alleen anders uit. Het zijn niet meer die kale koppen met die trainingsbakken. Het zijn gewoon mensen die liefde hebben voor één soort muziek. En het maakt niet uit hoe ze eruit zien. Ik weet het zeker. Gabber leeft nog. En hier kan ik wel bij horen.